Aanmelden op COSO. Bezoek de website van COSO en meld aan als patiënt. Ga verder met de elektronische identiteitskaart, It's Me, of aan de hand van een beveiligingscode via e-mail of mobiele app. Welke gegevens vindt u op COSO? Indien u resultaten heeft in een van de bij COSO aangesloten instellingen, dan kan u deze. Afhankelijk van de toegangsrechten die op het resultaat van toepassing zijn, inkijken. U kunt er medische verslagen, onderzoeksresultaten, medische beeldvorming, laboresultaten, ontslagbrieven, consultatiebrieven, het beknopt medisch dossier en vaccinatie- en medicatieschema's terugvinden. Steeds meer instellingen delen hun gegevens via COSO. Zo worden bijvoorbeeld laboresultaten reeds grotendeels automatisch gedeeld met de patiënt. Welke resultaten zijn altijd zichtbaar voor de patiënt via COSO? De medische beelden, afkomstig van ziekenhuizen en een groot aantal privéradiologen, worden automatisch met de patiënt gedeeld via COSO. Ook vaccinatie- en medicatieschema's, het kinddossier van kind en gezin, bevolkingsonderzoeken. En het beknopt medisch dossier van Vitalink zijn altijd zichtbaar voor de patiënt. Dankzij de integratie met het federaal portaal Mijngezondheid.be kunnen de openstaande medicatievoorschriften altijd bekeken worden. Omgekeerd is het ook mogelijk om vanuit Mijngezondheid.be door te klikken naar COSO. Niet alle resultaten zijn meteen beschikbaar voor u als patiënt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Op niveau van de instelling of bron kan het zijn dat bepaalde resultaten nog niet gedeeld kunnen worden of niet automatisch gedeeld worden met de patiënt, maar wel met uw behandelende arts. Uw behandelende arts kan dus, indien toegestaan door de instelling, uw resultaten zichtbaar maken. Bovendien zijn niet alle resultaten meteen zichtbaar voor de patiënt. Er is mogelijk een vertragingsperiode van toepassing voor bepaalde types resultaten. Het is ook mogelijk dat bepaalde resultaten niet beschikbaar zijn of nog niet aangemaakt zijn door uw behandelende arts. Vindt u een bepaald resultaat niet terug via Cozo? Raadpleeg dan uw huisarts en contacteer indien nodig de instelling. De instellingen waar u als patiënt gekend bent, vindt u terug via Mijn Cozo. Bekijk meer filmpjes over Cozo op de patiëntpagina op www.cozo.be.